Kim van het Verlaat met een grote lach over de finish. Ja, dat mag ook wel, hè? Want je pakt hier de Nederlandse titel bij de junioren. Had je het verwacht? Nou, ik had het heel erg gehoopt. Zeker 2 jaar geleden pakte ik de titel. En vorig jaar was er geen cross voor de junioren. Dus ik hoopte dat ik hem kon prologeren. Dat is gelukt. Dus, was die druk dan daarom misschien een beetje extra groot vandaag? Nou, eigenlijk juist niet. Ik dacht Willemijn als wereldkampioen. Ik had het toch wel... ik had het niet makkelijk gehaald, zeg maar. Dus ik zat van tevoren al wel een beetje van... En terwijl jij Willemijn zegt, kwam ze hier net achter je binnen. Dus je hebt best wel een aardig gaatje nog gepakt. Ja, dan laat je echt wel zien dat je heel sterk bent dit jaar. Ja, en dat terwijl ik eigenlijk niet op de mountainbike gefocust heb. Zeker met de NK's vorige weken. En op Jersey en Lissabon voor de boeg. Dus het was echt een extraatje. Maar dit is echt kerst op de taart. Een extraatje en een kerst op de taart noem je het. Maar dan wel een hele vieze taart. Hè? Want als ik zo naar je kijk, zit je aardig onder de blubber. Het was wel echt crossen vandaag. Ja, was zeker tussendoor. Ik dacht dat op een gegeven moment zag ik de regenboog nog. En toen begon het keihard te regenen. Ik dacht, ja, dit is wel cross wat je wil. Dus perfect weer eigenlijk. Hoe was het parcours wat dat betreft? Ik vond het wel lastig. Ik zat de hele tijd wel zelf op het parcours. Maar ik zag overal linten. Dus het was wel, het was een vet parcours. Maar het was moeilijk te vinden. En ik was wel zeker van dat ik goed was. Maar ja, toch was het wel lastig. En dan vanavond, is het dan een feestje of is het gelijk volle blik op wat er nog komen gaat dit seizoen? Volgend weekend geen wedstrijden. Dus ik ga er wel vanuit dat ik eventjes 2 weken een heel klein feestje misschien kan bouwen. Have fun. Dankjewel.